Marijne en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie drie dingen vertellen waarvan klanten hopen dat jij ze weet. Goed, drie dingen dus die jij moet weten volgens jouw klanten. Nummer 1. Klanten hebben liever een goede service dan een snelle service. Recente studies wijzen uit dat klanten die een uitgebreide service ontvangen, meer geneigd zijn om dat bedrijf ook aan te bevelen bij familie of vrienden. Of met andere woorden, 15 minuten in paradijs zijn veel beter dan 5 minuten in de hel. Nummer 2. Klanten herinneren jouw naam als jij ook hun naam herinnert. Mensen hebben de neiging om oplettender en geïnteresseerder te zijn bij het horen van hun naam. Leer jouw klanten dus goed kennen. Behandel hen niet als een nummer, maar gebruik hun naam tijdens conversaties. Loop je achter op schema? Wel, dat is helemaal niet erg, maar negeer wachtende klanten niet. Ik begrijp het wel. Je loopt achter op schema, dus je wil gewoon zo snel mogelijk verder doen met jouw huidige klant. En dan heb je wel eens een neiging om de wachtende klant een klein beetje te negeren. Maar als je gewoon open en eerlijk tegen de wachtende klant zegt dat je achterloopt op schema en dat het misschien 10 minuutjes langer duurt dan voorzien, wel dan zal die wachtende klant veel meer geneigd zijn om jou daarvoor te vergeven en dan zal hij gewoon met plezier wachten op zijn beurt. Zo, dit waren de drie dingen die jij moet weten volgens jouw klanten. Voor meer informatie, ga naar vickyvermeijeren.be en schrijf je in voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van de laatste tips en tricks. Ik wil jou alvast hartelijk bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag terug in een volgende video. Dag!